En ja, hele goedemorgen, welkom bij deze woensdag. Het is ontzettende teringzooi hier. Kan het niet anders worden. Hier ligt een dode vlieg, die moet nog even opgeruimd worden. Hier ligt nog boontjes van gisteren, die wilde Jeff op zijn bureau laten, denk ik. Koffer uitgepakt, of nou ja, niet uitgepakt dus. Veetje in de box, die zet ik zo even in de kinderstoel bij mij. Want ik wilde even de afwas doen. Oh ja, sok heb ik hier uitgedaan, netjes. Een boekje van vee. Het is hier de ergste tyfus, sorry. Ik weet niet waar ik moet beginnen, dus ik begin maar bij het begin. Ik heb dit al gedaan. Vanavond komt er bezoek bij ons. Kraambezoek. Ja, we hebben nog niet iedereen, is langsgekomen voor vee. Dus ja, dus dat. Kijk, was dit schoon of niet? Ik doe het voor de zekerheid wel nog een keer. Ja, dus daarom moet het huis netjes. Normaal denk ik, nou ja, ik ga gelijk weer de tyfus en ik doe het morgen wel ofzo. Maar nu moet het sowieso schoon zijn vanavond. Want ja, als er mensen langskomen, is het toch wel chill. Ja, ik ga vee halen, want die vindt het niet meer leuk. Dus ik kijk of ze het in de stoel nog uithoudt, dat ik de afwas kan doen. En misschien moet ik dan ook nog een keertje ontbijten. Nou, ik ben best trots op mezelf. Ik heb even flink gebikkeld. En ik heb alle afwas gedaan. Moet alleen nog afgedroogd worden. Hola, Veetje slaapt. Ik heb net gedoucht. Het water staat te koken voor de flesjes die ik moet uitkoken. En de man van de verlichting komt straks voor de badkamer. Dus dat is fijn. Dan hoeven we niet meer kaarsjes aan te steken. Al was het best wel prima douchen zo. Ik denk dat ik dit er misschien wel in hou om te douchen. Maar ja, dit wordt straks gefixt. Op zich wel fijn. Want vanavond komt ons bezoek en dan is het wel fijn als ze normaal naar de wc kunnen op zich. Ik heb een pakketje van Monki binnengekregen net. Ik had me toch laten verleiden. Ik koop normaal altijd mijn kleding via Vinted. Maar ik wilde ondergoed kopen. En ja, dat doe ik gewoon niet tweedehands. Dat vind ik vies. Dus ik heb ondergoed van Monki besteld. Maar ik vond het zonde om alleen maar ondergoed te kopen. En toen zag ik een broek die ik heel erg leuk eruit vond zien. Ik heb echt 10.000 broeken. Het kan echt niet dit. Maar ik vond hem er heel leuk uitzien en kon niet laten liggen. Dus ik heb een broek en ondergoed besteld. Ik ben benieuwd hoe dat past. Ik ben ook benieuwd of het ondergoed van Monki goed zit. Maar het zag er voor mijn gevoel wel goed uit. Dus ik hoop dat het niet snijdt of zo. Dat kun je nooit zien van een foto natuurlijk. En het is tijd om eindelijk te ontbijten. Het is inmiddels al 12 uur of zo. Maar goed. Mijn ontbijt is passievrucht. Het lijkt dan net alsof ik wil afvallen. Want het is niet echt een uitgebreid ontbijt. Maar ik ga daarna lunchen, denk ik. Ik ben trouwens wel afgevallen sinds... door de borstvoeding denk ik. Mijn vriendinnen zeiden laatst van, oh, het lijkt alsof je afgevallen bent. Alsof je nog lichter weegt dan voor de zwangerschap. En dat is dus ook zo. Ik woog altijd 58 kilo. En nu weeg ik dus 56, 55 kilo ongeveer. Terwijl ik er echt totaal niet mee bezig ben met afvallen of wat dan ook. Maar blijkbaar, ja, blijkbaar. Mijn moeder heeft een weegschaal, dus ik dacht ik ga er eens op staan. Blijkbaar weeg ik minder dan voor de zwangerschap. Dus ja, ik denk dat borstvoeding helpt. En vegan eten verteert natuurlijk wel snel. En je verbrandt natuurlijk met borstvoeding 500 calorieën per dag extra. Dus... En ik eet denk ik gewoon hetzelfde als daarvoor. Dus dat zal het wel zijn. Maar goed, eten. Lol, let vandaag echt totaal niet op wat ik eet. Ik ga zo kipnuggets eten. Of nou ja, vegan nuggets. Met die sausjes die Jeff bij zijn echte nuggets had van de Lidl. En die sausjes zijn vegan, maar die echte kipnuggets waren natuurlijk niet vegan. Dus ik heb plantaardige vegan nuggets erin van Green Cuisine. Dus die ga ik even chappen als lunchsnack. Het is echt geen volwaardig ontbijt en lunch. Maar ik heb echt geen zin om naar de winkel te gaan. Dus ik maak de restjes even op uit de vriezer. En die passievruchten lagen er nog. Dan, het licht het weer. De man heeft ze allebei gerepareerd. Top. Dus de kaars kunnen eigenlijk uit, maar ik dacht, ik brand ze er even op. Dit hieronder moet ik nog even schoonmaken. Dit heb ik wel al schoongemaakt. En dat plaatje weer even schoongemaakt. Dus dat is top. Hierboven heb ik afgenomen. Ja, dus dat. Hier kom ik nog even niet aan toe. Deze ga ik zo even afdrogen. En dan zijn die nuggetjes klaar als het goed is. En dan ga ik die lekker chappen. Vee is niet meer zo happy, geloof ik. Dus ik ga even naar het toilet en dan de vee. En dan... Oh, misschien de voetjes eruit.
Wat doe jij? Wat doe jij? Ben je gedraaid met je voetjes eruit, kleine boef? Ik ga jou wel eerst helpen, daarna naar de wc. Het is lunchtijd voor je healthy girl. Niet gezond hè, wat mama eet. Nee, jouw handjes zijn veel gezonder. Ik ben er niet helemaal over uit wat ik van de broek vind. Maar ik heb deze broek besteld bij Monkey. En je ziet het niet echt in de spiegel door het licht. Maar het is zeg maar met dit patroon erop. Hij is best apart. Ik ga hem even aan Pietje laten zien. Zou je misschien beter zien, maar nou zie je lichte strepen. Dit is de broek. Jeff die vindt hem op het randje van oudbollig. En die vindt dat het lijkt alsof iemand... Niet oudbollig, maar... Ja, terugkrappelen noemen we dit. Nou, maar het lijkt net alsof iemand gewoon met een... Ja, letterlijk met een marker gewoon dat dingetje... En dat is ook de bedoeling. Dat heeft iemand ook gedaan. Maar ik weet het niet, dat ziet... Ik denk, zeker als ik zo naar het been kijk... Dat ik geen 38 heb, maar 36. Want ook hier is hij best wel los. Ja. Maar dan is de volgende vraag. Vind ik hem leuk genoeg om hem terug te sturen voor een 36? Ik vind hem zo met het shirt. Vind ik hem... Ja, vind ik hem wel wat hebben. Oh, dan heb ik nog steeds een streepjes. Kun jij me filmen? Can you film me? The broek. Wat denk je ervan? Ik vind hem waar wel apart en dat vind ik wel leuk. Zelfs ja, maar iets. Het is een beetje. Ja, het is. Het is druk, maar ja. Je kan het hebben als je inderdaad zo'n. Met mijn kekke nieuwe slof. Als je zo'n groen t-shirt erboven doet, een plain t-shirt. Bijvoorbeeld. Ja. 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 Ja, ik vind hem wel tof, denk ik. Ik ben er niet helemaal over uit. Ik heb nog nooit zoiets aangehad. Ik zie mijn kont alleen niet meer. Nee, die verdwijnt. Ja, die verdwijnt. Maar het is wel een soort mom jeans model. Which I like. Ja. Ja. Vind jij ervan, Vee? Ja. Yeah. Wow. I feel offended. Oké, okay, nou dat. Nou dat. Doei. Kort samengevat, ik voel in slaap met Vee en nu haast, want het visite is er bijna en we hebben niet eens iets fatsoenlijks te eten kunnen halen, dus eten. Ze zijn in ieder moment. Hola, ik had gisteren niet meer afgesloten. Ik voelde me zo slecht. Ik was, mijn nichtje kwam langs, ze was hartstikke gezellig en ze had ook een lief cadeautje meegenomen. Namelijk zo'n xylofoontje, super lief. En haarstrikjes. Maar... Ja, je had natuurlijk al gezien dat ik echt amper gegeten had gisteren. Ik had alleen passievrucht gegeten en kipnuggets als lunch. En noedels had ik heel lief als avondeten gemaakt. Maar ze waren er eigenlijk al toen ik klaar was met eten. Want eerst moest Vee eten. Eerst moest Vee eten. En ja, ze waren er al. En we waren natuurlijk de hele tijd aan het praten. Dus op een gegeven moment voelde ik gewoon niet echt dat het moment was om te eten. Ja, heel stom eigenlijk. Ik was ook aan het stressen, dat van tevoren om het schoon te maken. En ik liet nog glas op de grond vallen. Dus dat moesten we ook allemaal netjes schoonmaken. Dus ik heb echt heel weinig gegeten. Ja, echt super zonde. Het is ook niet in de koelkast gedaan, dus ik denk dat ik het dan weer weg kan doen. Echt zonde. Dus gisteren was ik misselijk en hoofdpijn. Ik was niet eens meer in staat om te vloggen. Ik voelde me helemaal kapot. En ik ging op bed liggen met Vee en dat was mijn avond. Dus helaas een mindere afsluiting van een prima dagje. Dus ja, bedankt jullie voor het kijken naar die dag. En dan ga ik de volgende vlog maar weer openen. Dus mocht deze te lang zijn, dan is dit het einde. En anders, kijk lekker verder. Je kent het wel. Bedankt voor het kijken in ieder geval. En doei! En ja, hele goedemorgen en welkom bij deze donderdag. Volgens mij is het donderdag. Pretty sure. Ik voel me gelukkig al een stuk beter. Gisteren voelde ik me echt kut. Gisteravond. Niet zo goed fijn. Dus ik ga dit keer maar wel een beetje normaal ontbijten. Deze dingen opruimen. Helaas moet ik die noedels weggooien, denk ik. Ze waren wel heel lekker, maar ja. Als het de hele avond buiten de koelkast staat, is niet zo'n goed idee. Ik heb mijn nieuwe slofjes aan. Ik weet niet of ik die al laat zien. Met geïnspireerd door Dagmar. Ze zijn van de Action, mocht je ze ook willen. Dus dat...
En je bent een lekker boefie. Schatje. Oh, lekker wijfie, ben je toch? Kan jou eens verschonen? Dan gaat mama even normaal ontbijt vandaag. Een smoothie bowl. Het is geworden. Een mango bananen smoothie. Ook al ziet dat er niet zo uit. Ik heb er ook blauwe bessen doorheen gedaan. En citroensap. En dat is het eigenlijk. Dus deze nice cream werd mede mogelijk gemaakt door die ingrediënten. En hennepzaad, lijnzaad en cacao nips. Lekker! Oei. Nou, Veetje slaapt. Nu, ik zal je even laten zien. Nou, super schattig. Ze slaapt. Ik had met haar gedoucht. Eerst met Vee alleen. En toen had ik niet echt tijd om mezelf te douchen. Dus ik heb eerst gewacht tot zij sliep na de voeding. En toen heb ik gebruik gemaakt van de situatie door mijn haar te wassen. Dus wel lekker. En ik heb heel goed nieuws gekregen. Want het staat een beetje in over de parkeerplaats. Want we wonen in het centrum van Woerden. En het was gewoon niet te doen om hem dan op straat te parkeren. Want dat is ten eerste heel duur. En ten tweede moet je dan steeds weer terug. Want je kan maar een bepaalde tijd of zo. Maar ze willen in Woerden iedereen van straat af hebben. Dus ze kunnen niet voor de deur parkeren. Dat wisten we al. Maar nu hebben we een parkeergarage verderop. En ik mag straks al de pas ophalen. Dus ik was echt wel een beetje nerveus. Want mijn ouders brengen waarschijnlijk zondag de auto naar het etentje met familie. En dan rijden we dus zelf terug. Maar ja, dan moet je hem wel ergens kwijt kunnen. Het is leuk dat je een auto hebt. Maar als je hem nergens kwijt kan, dan heb je toch een probleem. Dus ik zat er wel een beetje over in. Ik dacht, ik wil hem ook weer niet helemaal op een industrieterrein verlaten, achterlaten. Want ja, ik ben dan toch bang dat iemand er iets mee doet of zo. En een parkeergarage voelt toch veiliger. Dus zondag hebben we onze auto en kunnen we hem ook parkeren. Dus ik ga straks al die pas ophalen. Als Vee wakker is, denk ik ongeveer. En ik zag dat er ook een pakketje voor me was. Dus ik heb straks even mijn route. Ja, ik wilde eigenlijk nog even iets bij Jef zijn winkel halen. Soyananda. Voor op stokbrood. Want Jef had gisteren een stokbrood meegenomen. Dus ik dacht, misschien kan ik die eten als middageten. Maar ja, ik heb eigenlijk niet echt heel veel voor erop. Volgens mij. Dus ja, dus ik zit even te denken of ik dan even iets snack dat ik misschien dan middageten later doe. Maar het ligt een beetje aan wanneer Vee wakker wordt, denk ik. Of ik flans even snel een soort aioli in elkaar. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan ik er ook op eten. Ik ga me eerst maar fatsoenlijk aankleden. En dan wordt de lunch vervolgd. Oké, ik heb er echt ziek veel knoflook in gedaan. Ik heb nu al medelijden met de mensen die ik straks ga aanspreken. Maar hij is wel echt heel erg lekker. Het is dus knoflook, die Hellmann's vegan mayonaise, dan dit, want ja, ik weet eigenlijk niet eens wat het is. Moringa olivera. Het schijnt heel gezond te zijn. Ik heb het ooit van mijn stiefmoeder meegekregen en die had dit sausje gemaakt met die mayonaise. En dat was toen heel erg lekker. Dus ik dacht, ik dief het er maar in, want het zat daar ook in en ik vond het lekker, dus ik vind het wel best. Ik heb gisteren dus het zoutding kapot laten vallen. Deze, maar dan niet peper, maar zout. Dus die hebben we niet meer. Dus ik heb maar deze gebruikt. Die had ik nog liggen. The Man with the Pan. Italian kruiden. Ja, dus maar het smaakt lekker. En cayennepeper heb ik erin gedaan. Ja, en het stokbroodje is over 3 minuten klaar. Poppenkindje wakker. En tijd voor food. Soyananda en het sausje dat ik gebrouwen heb. En Vee vindt het leuk om alles te laten vallen. Daarom leg ik nu ook zoveel erop. Dan denk ik, nou, kan ik even fretten. En dit hadden we gisteren gekregen. Echt super lief. Die strikjes. En dit, echt super leuk. Oh my god, kijk nou wat een lekker wijfje. Zo'n lekker ding. Nou, ik heb net gegeten. En nu ga ik de pas ophalen van de parkeerplaats. Even langs Jef en misschien Soyananda kopen. En een pakketje ophalen. Wat moet ik nog meer doen? En misschien nog langs de Xenos om zout te kopen. Maar misschien ook dat een andere keer doe. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Dus wie weet. Ik heb
lekker outfitje aan die ik gisteren ook aan had. Dus vind het wel best. Let's go. Ik weet trouwens helemaal niet of ik de nieuwe draagzak het laten zien. Maar dit is hem. Van Ergo Baby. Dus hij is... Nee, oude... Ik kan niet in spiegelbeeld lezen. Maar iets ergonomisch in ieder geval. Zit je lekker te kijken, poppenkin. En nu hangen er beentjes dus wat wijder. Wat dan blijkbaar beter is voor de heupjes. Ja. Dus dat hebben we nu ergonomisch verantwoord. Ja, goed hè? En ik moest ook nog een pakketje van de Mango terugsturen. Met die broek van gisteren. Want die was te groot. Dus ik denk dat ik eerst ga doen. Dan naar de Xenos. Dan de pas halen. Dan DHL pakketje. En dan langs Jeff. Denk ik. Kom wel goed. Zo, ik heb weer een zoutstelletje gekocht. En poppenkind had veel bekijks. Want ik had net die parkeerplaats kaart opgehaald. Super fijn. Die man was echt super aardig. Ik had echt een soort van chance, geloof ik. Want ja, mijn veters zat op een gegeven moment los. Die hebben een veterstrikken. Super schattig. Dan kan ik natuurlijk moeilijker met haar. Maar hij stelde het zelf voor. En hij vroeg helemaal van, oh, volgens mij is het een meisje toch? Dus ik vond het best knap dat hij zag dat Vee een meisje was. Want ze heeft best wel genderneutrale dingetjes aan vandaag. Dus ja, maar echt wel een grappige man hoor. Wel aardig. Dus dat... Ja, het was een heel avontuur. Nu gaan we papa maar even opzoeken. Hè? En daarna mijn pakketje. En dan zijn we weer helemaal rond. Knapste collega. Knapste kassa medewerker. Goeiedag. En een lekker moekeltje. En lekkere chapsels. Nou, Fee is weer wakker. En ik heb mijn broek binnen. Ik heb dus voor de mensen die vaak mijn vlogs kijken... Ik had dit al eerder besteld, dit pak. En nu alleen de broek. En de blazer komt dan ook weer apart. Want ik had dit pak terug laten sturen omdat er allemaal vlekken op zaten. Hè? Nou, die broek die is helemaal goed. Nou ja, vlekken. Er zaten gewoon beschadigingen in de stof. Verder wat ik gekocht heb. Wit stokbrood voor Jeff. Bruin stokbrood voor mij. Zoete aardappel en pompoen voor in de soep. We gaan zowaar pompoensoep maken. Hoe erg voelt het nu als herfst? Sorry, Nanda hebben gekocht. Ja, deze had ik dus gisteren kapot laten vallen. Dus ik heb weer braaf een nieuwe gekocht. Moet ik even zo met twee handen doen dit. En ik had pesto gezien. Vegan pesto met tofu, zowaar. Ik ben er wel benieuwd naar. En dit is gewoon vegan pesto. Dus ik dacht, ja, die smaakt sowieso goed. Die met tofu ben ik wel benieuwd naar. Dus... En bruschetta, dat koop ik wel vaker. Super lekker in Italiaanse gerechten. Is dat zo? Wil je ook nog wat vertellen, poppenkind? Die plukjes moeten we nog even uitborstelen. Ja. Lekker wijfie. Raar! Doe jij met je hoofd? Ik pak meteen even een kussen voordat zij haar hersens te... De tyfus in helpt, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want, nee. Dus ja, ik ga even beginnen aan het eten en dan kunnen we zo lekker pompoensoep eten. Ik heb het al zo lang niet meer gegeten. De laatste keer was van mijn moeder volgens mij, dus ik ben benieuwd wat voor recept wij gaan maken. Maar er moest van Jeff in ieder geval zoete aardappel in. En dan ook echt zo'n mini, maar goed. We're let's do it. Jeff heeft weer dingen mee, allemaal niet voor mij. Oeh, de stokbroden zijn klaar. Ik ben hier, want we hadden nog pompoen over. Dus ik heb er linzen aan toegevoegd. En ik ga er nog uitje knoflook aan toevoegen. En van dat mengsel gaan we samosa's maken. Dat maakte Natty toen en dat was super lekker. En ik ga het gewoon naproberen te maken. Ze heeft me alleen geen recept gestuurd, dus ik weet niet of ik het goed na kan maken. Maar ik ga gewoon maar wat proberen. En de rest van de pompoen zit... In de soep, dus en die wordt dan last minute nog gepureerd. Mocht je denken, wow, dat zijn wel hele grote stukken in de soep. Dat klopt, dat wordt uiteindelijk nog gladde soep. Dus ja, oh, ik heb er wel zin in zeg. Pitjesbord met wit stokbrood. En ik wilde voor de healthy zuurdesem gaan en lijn staat erop. Ik kan hem wel even laten zien. Die werd aangeraden door een collega van Jeff. Ik probeer hem altijd wat aan te smeren. Dat is deze.
zuur dezenbrood. Ja, ik vind het helemaal best. Ik vind het gewoon lekker. Maar voor Jeff was het iets te gezond. Dus meneer ging voor wipdood. Anders kreeg ik ruzie thuis. En ik wil geen ruzie met Piet. Yo, je chickie had allemaal leuke projecten in de keuken opgericht. En ik ben er eigenlijk alweer lang klaar mee. Maar ik ben nog niet klaar. Ken je de trouble? Ik wilde vies schilderij maken, Jeffrey. Ik wilde van de halve pompoen vulling voor samosas maken. Maar aangezien iemand de olijfolie opgemaakt heeft, kan ik geen samosas maken zonder olijfolie. Maar anders had ik waarschijnlijk ook niet genoeg. Morgen moet ik even olijfolie halen voor samosas. Buiten dat heb ik echt geen zin meer om het deeg van samosas te maken. Maar goed, de vulling is op. En smaakt best te kalm. Dan had ik zonne pompoenpitten over van de pompoen. En ik... Jeffrey, maak niet schulden uit. En ik had... For once in your life. Zo. Maar once in your life, ik had pompoenpitten over. En ik kan het gewoon niet aan om die pompoenpitten dan allemaal weg te gooien. Dus ik wilde pompoenpitten roosteren. Voordat je hier ooit aan begint of denkt dat dit een goed idee is. Het is echt tyfus veel tijd. Je moest eerst met de hand, moest ik één voor één pitten scheiden van dat vruchtvlees. Was echt niet te doen, echt vreselijk. Dan moeten ze 20 minuten in water koken. En dan ben ik a time for that. Nou, blijkbaar ik wel. Dan moet je ze nog 25 minuten roosteren in de oven. Wat zielig zeg. Ja, wat zielig. Ik voel ook een beetje zielig dat ik hier aan begonnen ben. Waarom doe ik dit? Ik kan die pitten gewoon niet weggooien. Ik ben echt gewoon anti-voedselverspilling. Het gaat zelfs zo ver dat ik zelfs een uur bezig ben met pitten roosteren. En ik weet nog niet eens waar ik ze op ga doen. Dat is nog het ergste. Goed, dus ik ga straks als ze 50 minuten in de oven zijn, ga ik denk ik een keer een vlog editen. Want ik loop er bijna achter. Ja, meer nuttigs heb ik eigenlijk niet te vertellen op dit moment. Oh ja, Fee slaapt. Dus dat is top. En ik denk dat ze in haar nachtslaap zit. Dus ik ga hier nog even mee verder en dan vlogs editen. Yeah. En dan waarschijnlijk dit restje van gisteren kanen. Nootjes en dadels. Ik gok dat de dadels opgaan en de nootjes blijven wellicht wat van over. Want ik vind nootjes wel lekker, maar ik kan nooit zo'n heel bakje op. Ik weet niet. Het zit heel snel vol mee. Ik weet niet of dit nog nuttig is wat ik aan het vertellen ben, maar leuk dat je nog kijkt.